Hey, welkom bij de Kathol cool No podcast. In deze podcast staat altijd de vraag: wat maakt jou rijk centraal? Waar word je blij van? Waar krijg je meer energie van? En waar ga jij je geld mee verdienen? Ik interview inspirerende ondernemende mensen over hun passie en datgene wat hen rijk maakt. En ik deel mijn gedachten hersenkronkels met je over rijkdom in de brede zin van het woord. Heel veel luisterplezier. Hey, allemaal welkom bij een nieuwe aflevering van de KatKulmo-podcast. En vandaag heb ik weer zo'n toffe gast, namelijk Angele Bakker. Hey, Angele! Welkom. Dank je. Leuk dat je er bent, joh. Ja, zeker. Leuk om er te zijn. Ja, het is, uh, het is wel grappig, want uh, dit is niet de eerste keer dat wij een podcast opnemen. Zeker niet, zeker niet. We hebben ja, het al ja, heel wat gehad. Jij hebt mij eigenlijk... Uh, uh, nou, best wel heel lang geleden alweer uh, een soort van aangezet om dat te gaan doen. Van uh, mij gewoon een, een microfoon daspeltje opgespeld en gezegd: Ja, oh, op, op een festival, pletten. ja. Oh ja. Ja, en, dat is uh, waar. Nou, het is zo leuk uh, wat daaruit ontstaan is. En hoe, uh, nou ja, hoe, hoe ik mijn enthousiasme voor podcasten uh, daardoor heb gekregen. En ook een beetje over de angst heen gekomen ben van: oeh, mensen horen je. En jij bent daar echt zo goed in, dat je gewoon, uh, ja, jij doet het gewoon. Nou, ja, leuk om te horen. Hij heeft mij ook een weg geduurd, maar op een gegeven moment, en dat weet jij nu inmiddels, hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Ja, 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 ja. Want jij bent in onderhand wel echt een echte podcast-expert. Ja. Um, maar jij doet vast ook heel veel andere dingen. En uh, ik ben even benieuwd, wat, wat doe jij zo al en uh, waar word je blij ja. Ik vind dat een hele moeilijke vraag als mensen vragen. Wat doe je dan eigenlijk? Want ik doe zoveel dat ik eigenlijk ook niet weet wat ik moet vertellen. En, um, um, maar goed, ik kan het een beetje, beetje, beetje samenvatten. Um, mijn nieuwe traject al van een paar jaar hoor is uh, Zo Vol Ondernemen. Dat doe ik samen met Rosita Boccardi. Die podcast heb je net opgenomen, die heb ik net geluisterd. En um, wij helpen met name vrouwen om um, uh, hun eigen pad te volgen. Dus vrouwen die zeggen... Hé, ik wil eigenlijk iets op gaan zetten... en uh, ik heb een duwtje nodig... of weet niet zo goed hoe. En dat kan zowel op het... op het spirituele, intuïtieve kant. Hè, dat is Rosita heel goed in. Dat is Rosi Rosita heel goed in. Van hé, hey, hoe... Uh, wat is dan mijn pad? Hoe moet ik de keuzes maken? Ik twijfel heel erg. Wat zijn mijn kwaliteiten? Dat kan zij heel goed. En ik doe dan meer het praktische stuk. Het bloggen, vloggen, podcasten, website. Uh, en dat duwtje geven, wat jij dus heel mooi zegt. Om dan ook echt uh, zichtbaar te worden. Uh, ik heb daarnaast mijn eigen website, angiowakker.nl. Dus daarin gaat het ook veel over zichtbaarheid, over jezelf laten zien. Uh, maar wat ik bijvoorbeeld ook doe. Is uh, vakantiehuisjes verhuren en, uh, en, en een camper. Uh, en in het begin zei vertelde ik dat nooit, want uh, ik dacht, ja, weet je, dat is een soort bijzaak. Maar ja, het is eigenlijk best wel een belangrijke bij bijzaak. <laughs> want dat maakt dat ik mijn financiën gewoon heel goed op orde heb. En ik heel veel vrijheid heb om verder uh, allerlei nieuwe dingen uit te proberen. Dus uh, tegenwoordig zeg ik dat erbij. Dus uh, dat is een beetje waar ik me mee bezig hou. Gaaf. Ja, ja. Nee, maar dat is, uh, dat is inderdaad wel zo van, ja, die huisjes verhuren... Dat, is natuurlijk, dat maakt jouw lifestyle mogelijk. En, ja, zeker. En het feit dat je dat kan en doet, dat maakt ook dat mensen natuurlijk. Dat, nou ja, dat is heel interessant, eigenlijk. Hé, ja. hoe doe je dat dan? En, uh, Precies, uh, ja. En dat is natuurlijk ook een van jouw grote krachten, is dat jij heel erg goed bent in, uh, in uh, het praktisch maken van ideeën. En het ja. echt dan, um, weet je wel, ja, ik heb heel vaak een idee, maar dan weet ik niet hoe ik het uit moet. Ik ben ook best wel praktisch, ik bedoel, ik kan wel ja. veel dingen. Maar jij bent echt, uh, echt een heel actiegericht iemand. En dat ja. is ook heel inspirerend. Dan denk ik van, ja, weet je, je, je bedenkt iets en je voert het ook uit. Ja. En, ik heb uh, ook heel veel dingetjes gedaan die, dan net niet, die ik niet af heb gemaakt. Ja, ja. <laughs> ja maar dat was toch niet erg? <laughs> dat dat ken ik, ik namelijk tollen. ook. Ik heb zoveel, dat is jouw hoofd ook, mijn hoofd heeft zoveel ideeën, dat ik sommige ideeën ook heel enthousiast mee begin. En dan na een half jaar denk ja, nou ja, laat maar. Ja, ja dat, hoort, dat hoort bij de multi-passionate ja. mensen. Die, die ja. kan, uh, en weet je, er zijn mensen die dingen lekker opstarten: de, 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 de fire starters. Ja, zeker. En er zijn ja. mensen die het leuk vinden om dingen af te maken. Ja, ja. Nou, dus ik, ik, ik heb soms mensen nodig die voor mij dingen afmaken. Die heb ik ja. niet goed gevonden. Dus nee. dat is misschien wel leuk om daar eens naar op zoek te gaan ik ook niet trouwens. En ik zit er nu over te denken: ja, dat zou toch wel ideaal zijn. Ja, hè? Niet, niet verveeld raakt zoals wij. Precies. Ja, ja precies. Ja. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je in dat soulful ondernemen, ook samen met Rosita heb je natuurlijk, jullie nemen wekelijks al uh, jullie podcast Spirit Time op. Spirit ja, je neemt Time, ja. Je eigen podcast op. Maar, maar die samenwerking met Rosita, daar zit inderdaad, ja, daar zit eigenlijk alle kanten in. Ja. Want zij is natuurlijk heel op dat, op dat spirituele en dat soort dingen, maar daar zit jij natuurlijk eigenlijk ook op. Alleen. Ja. Je hebt een wat praktischere benadering daarvan. Ja. En ja. Uh, ja, het is natuurlijk heel mooi dat jullie, volgens mij stond het op jullie website ook van dat je gaat doen wat klopt. Precies, dat, dat is natuurlijk ja. ook heel erg bij jou passen. Ja, ja. Dus, uh, ja. maar als je doet, doet wat klopt, dan gaat het moeiteloos. Hè? Dus dan uh, ja. Dus ja. dat is ook een hele leuke combinatie. En dat, dat krijgen we ook terug van deelnemers. Van ja, jeetje, jullie hebben zo aanvullend. Maar ook, ook op sommige momenten zijn we ook heel erg gelijk. En heel erg hetzelfde. Maar op andere dingen zitten we zo aanvullend. En zo uh, ja, dat is dan zo inspirerend om te zien hoe dat bij deelnemers overkomt. Dus dat is echt tof, ja. Ja, en dan heb je, ja. Gewoon, ja, dan heb je gewoon een all-in pakket. En dat is gewoon natuurlijk super fijn. Ja. ja, zeker. Dus, uh, leuk, dus dan gaan jullie binnenkort weer mee van start, neem ik aan. Met ja. een nieuw, uh, nieuw traject. Zeker, we gaan uh, we hebben nu wat losse, losse bijeenkomsten gepland. Omdat we dachten, ja, weet je, als mensen gewoon met een vraag zitten of denken, wat, wat, hé, ik kom er even niet uit, weet je, ik zit even vast. Is het is gewoon leuk om dan uh, met ons mee te doen. En dan uh, kijken we met je mee. Dus dat, uh, uh, en we gaan uh, uh, daarvoor, daar zijn we nu heel hard mee bezig. We hebben de naam nog niet helemaal, dus moet ik het wel zeggen: een uh, soort intuïtie-experiment doen. Dus dat Oeh. is een soort uh, experiment waarin je dus gaat oefenen met je intuïtie. Hoe doe je dat nou eigenlijk? En dat is ook eentje die goed is voor mij, want uh, ik ben heel slecht in keuzes maken. En uh, dus ik wil ook wel wat trucjes leren van Rosita. <laughs> hoe ik dat nou beter doe. <laughs> oh, goed. Nou, leuk. Best, <laughs> Best way to dood. learn is to teach, hè? Dus, uh... <laughs> ja, absoluut. En we teach what we most need to learn. And en precies. Ja, nou, precies. precies. Ja, dat is perfect. Maar goed, ja. ze, ze moeten je maar gewoon gaan volgen. Dan komen ze er vanzelf ja. achter hoe die, hoe die nou uiteindelijk gaat heten. Precies, zeker. Ja. Nou, mensen moeten niks, maar nee, ik zou het doen als ik jullie ja. was. Nou, dank je. Dus dat. Uh, maar goed, zo te horen ben je in ieder geval... Nou, je hebt altijd veel inspiratie en je bent op zich natuurlijk gewoon uh, lekker hands-on bezig. En, mm. um, ja, ik... Um, ik vind het uh, wel leuk om te zien ook hoe je dus die, 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 nou ja, die praktische dingen en dat huisjes verhuren, waar je natuurlijk ook best wel veel bij komt kijken, hoe je ja. dat combineert. En uh, ja, uh, in die zin heb je het, wat je net al zei, best zakelijk goed voor elkaar. En ik ben er wel nieuwsgierig naar van, hey, uh, ja, als het over rijkdom gaat, kan het ook over geld gaan. Uh, um, wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Nou, wat ik vooral heb meegekregen, is um, dat je heel hard werk, moet werken voor je geld. <laughs> dus dat maakt misschien ook dat ik het huisjes verhuren ook niet zo echt als, uh, als, als werken voelde of zo. Dat ik dacht: ja, dat is een soort bijzaak. Want ja, daar gaat, hoef ik niet zoveel voor te doen. Dat had ik al mijn best. En het, het klopt wat je zegt zoals als ik nou uitreken, komt er best veel, veel tijd bij kijken. En, uh, maar eigenlijk ging dat vanzelf of zo. En, uh, uh, dus, 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 het stuk hard werken voor je geld. Het komt niet vanzelf. Het geld groeit niet aan de boom. Weet je, je moet echt uh, goed je best doen. Um, maar ik heb ook wel een stuk meegekregen dat onderhandelen. Dus dat is altijd leuk. Hè? Dat ik denk toch een beetje van: uh, ik wil toch liefst voor een dubbeltje op de eerste reis zitten. Dus dan ga ik proberen er van alles uit te krijgen. Um, en het is ook wel, um, en dat vind ik wel een, een boeiende altijd, dat ik denk: ja, wij hebben het nooit heel slecht gehad. We hebben het eigenlijk heel goed gehad vroeger altijd. Mijn vader was ook ondernemer, dus daar heb ik echt heel veel van geleerd. Um, maar hij kon soms ook een uh, soort van zijkerig zijn op kleine dingen. En dat heb ik precies zo. Oh. Ik kan soms iets heel groots voor mezelf kopen, maar ik kan wel vinden dat het, uh, bij de supermarkt de zalm te du duur is. Weet je dat? Ik denk, oh ja, en ik weet dat ik een keer een boek las over rijkdom en, en mindset. En, en dat iemand ook zei, ja, maar dat, dat, dat klopt wel bij die mindset of zo. Want als je altijd maar alles denkt, het kan allemaal waar. Weet je, het is ook een soort dat juist dat je daar keuzes in maakt, dat je daardoor ook ziet, oké, okay, rijkdom mag wel groeien. Weet je, dus daar maak je ook bepaalde keuzes in. Dus toen dacht ik, oh ja, maar ik vind het wel soms verbazingwekkend dat ik denk, waarom zit ik nou zo te zeiken over die paar euro's? <laughs> Heb ik ook van het meegekregen, ja. Ja, dat is wel grappig inderdaad. Ja, ik herken het ook wel. Ja. Ik kan er gewoon zo, just like that, 100 euro voor een hotelkamer ja. uitgeven, omdat ik dat fantastisch vind. En dan ga ik lopen piepen over dat de schoenen te duur zijn, want er geeft ja. er niks om. Nee. En uh, dus voor bepaalde dingen vind ik echt, een uh, koop een brood voor 6 euro, bij wijze van spreken. Ja. Maar als dan inderdaad uh, de boter uh, 10 cent duurt, dan vind ik het stom, weet je wel. Ja. ja, en ik merkte wel, het ging ook een stukje om over, uh, dat vind ik wel laatst tijd boeiend, het moet het waard zijn. hè? Dus, dus ik voel heel erg, bijvoorbeeld, ik heb heel erg hekel om mijn auto betaald parkeren neer te zetten. Dan denk ik, dat vind ik gewoon stom, ik zet mijn auto neer en ik ben 25 euro kwijt om een paar uurtjes weg te gaan. En ze dacht dat wil ik niet. Ik loop wel een stukje verder. Of, uh... Maar toen dacht ik, ja, maar het gaat ook om, om het waard zijn. En ik merk nu ook soms dat ik denk dat ik ook wel soms kan kiezen voor gemak. Dus soms denk ik, ja, oké, okay, weet je, het levert me ook wat op. Dus als die auto dan dichtbij staat, dan oké. Okay. Dus het is een soort afweging of zo die je dan maakt. Van, oké, okay, klopt het? Klopt de prijs voor mij? Ja. ja. Dus ja. dat vind ik ook wel een leuke, ja. Maar dat, dat is natuurlijk gewoon heel interessant, dat je gewoon heel bewust bent van hé, hey, waar geef ik het aan uit en hoe ja. geef ik het uit en wat vind ik daar dan in belangrijk. Ja, en, uh, ja dus dat is wel, uh, ja, ik denk dat dat heel mooi is en dat het dan ja. ook, uh, ja, toch, het krijgt dan wel een andere waarde. Want op het moment ja. dat je dan zo'n keuze maakt van ook oh, ga dichterbij, dan denk je, oh lekker, ik hoef niet zo ver te ja. lopen. Precies, ja. ja. En dat is dan, kan dan een geluksmomentje zijn, trouwens ja. ben je er misschien wel uh, superveel geld voor kwijt. Ja. 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 ja, nou ja, goed. Uh, leuk. En als, je, als jij geld hebt, waar geef je het dan graag aan uit? Ja, dat vind ik een moeilijke, want dat wisselt heel erg of zo. En uh, ik ben altijd wel een beetje van de gadget, maar ik hoef niet de nieuwste telefoon te hebben. al weet je, ik hoef niet de nieuwste... Maar ik heb bijvoorbeeld echt een hele mooie fiets voor mezelf gekocht. Zo'n speedbike. Nou, die heb ik nu... Uh, ik heb altijd... Ik heb al... Vier jaar denk ik een speedbike. maar nu heb ik echt een hele toffe, al twee jaar. Nou, daar kan ik nog steeds, elke keer als ik erop zit of als ik een N moet fietsen, denk ik, wat een goede aankoop, wat geweldig, weet je? En dan, nou ja, die heeft best wel wat geld gekost, maar dan denk ik, dat is het echt meer dan waard. Want ik heb zo vaak mijn auto laten staan en dat ik gewoon wel met de fiets ging. En ik vind fietsen gewoon niet zo leuk, maar nu vind ik het niet meer erg. Nu vind ik het zelfs wel leuk. Uh, en de laatste tijd merkte ik dat ik uh, uh, eigenlijk veel meer aan ervaringen aan het uitgeven ben. Omdat ik dacht: oh ja, weet je, uh, ik ben 50 geworden dit jaar. Dus ik heb allemaal. Uh, ik heb geen groot feest gegeven, maar allemaal uh, clubjes gecreëerd. Want ik heb nogal verschillende clubjes. Dus ik ben met een uh, clubje gaan barbecueën, met een clubje gaan pardellen, met een clubje naar uh, een huisje gegaan in een, uh, een grote park. Uh, ik ben met mijn vriendin naar Engeland geweest, weet je. Dus ik heb, met al die clubjes heb ik wat anders gedaan. En toen dacht ik, ja, dat zijn echt... Want een, dacht, met een groot feest spreek je eigenlijk niemand. En met zo'n klein clubje kan ik wel die kwaliteit, zeg maar, uh, dat, dat echte contact aangaan. Dus toen dacht ik, nou, daar was, was ik zo blij mee met mijn eigen beslissing. Want ik dacht, je bent denk ik hetzelfde geld kwijt. Van, maar zo'n groot feest denk ik, ja, dat spreek je tien mensen. En het gaat allemaal snel, snel, snel. En dan is de avond alweer voorbij. Dus toen dacht ik, ja, dat is wel um, uh, hetgene wat ik vast wil houden. Dat het veel meer gaat om dingen doen, ervaringen, leuke dingen, met leuke mensen. Um, dus ik ben wat minder, hopelijk, van de gadgets geworden. Nog niet helemaal, want ik vind het nog steeds leuk. <laughs> Maar het is wel dat ik denk, oh ja, die ervaringen zijn echt wel dingen die je dan om, blijft onthouden of zo. Ik vind het ook een heel leuk idee. Een leuk idee, hè? Ja. Dat ook van mezelf. Ja. Want ja. Zeg, ja, je hebt best wel vaak mensen die misschien... Weet je wel, als je echt zo heel specifiek clubjes hebt... Dat mensen ja. dan ook mensen nou, niet helemaal misschien een lekkere match zijn. Nee, precies. Ik heb precies. een keer een feestje gehouden. Ik vier mijn verjaardag nooit, maar ik heb een keer een feestje gehouden maar toen ik veertig werd waren waren heel verschillende mensen bij elkaar ja. en dan ben ik dus de hele tijd daarmee bezig van oh vinden die elkaar wel aardig? Ja. nou verschrikkelijk en de clubje of blijft, de blijft toch bij elkaar staan eigenlijk over het algemeen dus dan ben jij degene die hopt van clubje naar clubje ja, ja. en, en ik, ik dacht ik wil gewoon meer tijd straf, met de mensen maar. ja en ik dacht dus, van uh, het is helemaal het is eigenlijk gewoon ten enkele kwaliteit nee. en als het daarover gaat weet je wel hoe leuk is het om met, met, met een vast clubje uh, iets leuks te gaan doen wat iedereen leuk vindt. Dan wordt het alleen nog maar, de ervaring alleen nog maar leuker. Dus uh, ja. top idee. Ik ja, nou, was... ga met mijn laatste clubje, 6 september, naar de voetbalwedstrijd van de... met mijn laatste voetbalclubje. Van de Oranje Dames. Ah. Dus toen dacht ik, ik neem ze allemaal mee naar het stadion. Het was in Utrecht, dus dacht ik, nou, dat is nog. Dus ik, ik ben nog steeds mijn verjaardag op vieren. Goed. <laughs> goed. Nou, gewoon 50 verschillende manieren om je verjaardag te vieren. Ja, nou ja, misschien. Uh... Ik vond het, ja, ik vond het echt superleuk. Ja, ik vind het ook leuk. Inspirerend. Nou, um, ja, nou ja, ik weet niet of het jou ooit is overkomen, maar uh, ik heb zomaar het idee van niet. Maar stel nou dat je <laughs> nog één tientje hebt. Wat zou, wat zou je daarmee doen? Ja, dat vind ik echt een hele moeilijke vraag. Um, want het klopt, het is me nog nooit echt... Uh, uh, ik, ik, ik heb wel een tijd gehad dat ik denk, weet je, dat ik uh, met mijn eigen bedrijf gestart was. En dat, het, dat ik echt wel moest opletten met waar geef ik het dan uit en uh, hoe doe ik dat dan. En, um, um, maar ja, dat was dan niet om mijn laatste tientje, zeg maar. Ik, ik merkte dat ik al snel, ook al had ik nog wel op de bank staan, dat, dat ik ook wel snel denk, hé, hey, wacht even. Nu gaat het de verkeerde kant op. moet even ingrijpen. Dus ik laat het niet tot het laatste tientje komen. Nee. Uh, dus het is ook eigenlijk niet voor te, voor te stellen. Wat ik daar dan mee ga doen. Nee. nee geen idee. Dan denk ik ja. Uh, als ik eten nodig heb. Ga ik eten kopen. Maar uh, als ik. Uh, ja. Een treinkaartje nodig heb. Dan koop ik een treinkaartje. Weet je. Dus. Ja. Ik, ik weet het niet. Nee. Ik hoop ook ja. niet. Dat ik het ooit meemaak. Hoera. Dus <laughs> <laughs> is toch alleen maar fijn. En als je een tientje vindt. Um, ja, ook daarin denk ik, dat ligt zo aan de situatie als wij samen een tientje vinden gaan we een bak koffie doen. Weet je, we gaan een ijsje eten. Of um, um, nou ja, uh, ik weet niet. Het is wel een beetje dat ik denk, oh ja, het stuk uh, dankbaarheid om geld of zo, dat vind ik wel een mooie. Dat ik denk, oh ja, het is wel, ik, ik kan bijvoorbeeld wel, uh, ik stop altijd overal uh, uh, geld. Dat, dat moet ik misschien niet verklappen, maar. Ja. Dan neem ik mijn portemonnee niet mee, maar dan stop ik het ergens anders in of zo. En dan heb ik weer in een broekzak en dan vind ik weer iets. Daar kan ik dan wel heel dankbaar voor zijn. Dan denk ik, wow, tof, hey, ik heb weer wat gevonden. Dan doe ik dan verder niks mee. Maar het, het stuk dankbaarheid vind ik wel dat er een soort energie in zit dat geld leuk is. Weet je, ik vind geld gewoon heel leuk. Ik wil gewoon voor geld geld maken. En als ik er geld vind, dan denk ik, oh, zie je? Ik heb een soort geld gemaakt, terwijl het gewoon van mezelf was. Ja, je had het er zelf in gestopt. Ja. maar dat was even... Ja, oh, wat heerlijk. Laat ik me zo leuk... Ja. Maar ik heb hier wel, ja, ik heb hier wel thuis zo'n zo soort van altaartje met de uh, met wat edelstenen en dingetjes en zo. En dan met briefjes geld. Ja, heel goed. En een grote stapel uh, Indonesisch geld, want dat zijn oh, hele grote oh, ja. Dat is leuk, ja. Dat ooit geleerd. Als je dat in het buitenland gaat pinnen, dat je dan zo zo'n hele vele pakket ja. krijgt met, met briefjes, is toch echt heel leuk. Ja, ja. ja dat ligt hier zo. Dat, dat, dat las ik ooit. Nee, dat heb ik ooit in een cursus geleerd. Dat je dan, uh, dat je dan geld uit, uh, uitnodigt om uh, welkom te zijn in je huis. Ja, oh ja. Ja, 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 ja. Nou ja, ik vond het wel, wel leuk. Het zijn wel leuke dingen, ja. Ja, toch? Maar inderdaad, geld in, 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 uh, in, je, in je zakken stoppen en. en en inderdaad in een tas onderin en zo. En dat je het dan ja. vindt. Dus ook dat, ja, ik kan me voorstellen dat gevoel. Ja. Ja. Leuk. Um, en als geld geen enkele rol zou spelen. Um, het komt uit de kraan als. Uh, nou ja, hè? je hoeft er niet ja. van goed te weten. Laten we het zo mm -hmm. zeggen. Wat, uh, hoe zou je leven er dan uitzien? Ik zou een uh, heel groot stuk land kopen en allemaal tiny house's opzetten met een grote locatie waar allemaal leuke dingen gebeuren. Dat zou ik doen. En dan zou iedereen daar mogen komen wonen voor heel weinig... zodat het gewoon uh, uh, zelfvoorzienend of zo is, zelfonderhoudend is. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. En uh, ja, dat lijkt me een soort uh, droom dat ik uh, zou, gaan, uh, zou gaan realiseren. Ja, wat grappig. Ja. Want daar hebben we het al eens eerder over gehad... want ik heb jou ja. al best wel heel lang geleden deze vraag ook al een keer gesteld... Mm -hmm. Um, maar het was hetzelfde, denk ik, wat ik zei, of niet? Ja, exact. Nou, niet met de tiny houses, maar wel met Nee, met een boerderij en een groepsaccommodatie en een, Ja. Ja? Ja. Maar ik heb, ik heb van de zomer een uh, houtbewerkingscursus gedaan. Vond ik echt superleuk om te doen. En toen dacht ik, oh, het lijkt me ook zo leuk om tiny houses te bouwen. Dus, hm. om daarmee te helpen. Dat, uh, dus uh, toen dacht ik, oh, dat lijkt me leuk. Dus dan komen er ook tiny houses op. En, dat linkt en ik, wil, ik, ik, ik wil dan ook wel, weet je, dit moet bij mij niet een echte commune, commune worden van allemaal samen. Ik wil ook mijn eigen ding, want ik ben echt heel erg op mezelf. En, uh, dus ik wil wel mijn privacy en mijn dingetjes. Maar ik vind het ook heel leuk dat als het kan, dat je gewoon naar buiten loopt of naar de buren, of even aanschuift met eten. Of... Dat vind ik ook heel leuk. Dus ja. het is en-en. Dus dat zou ik wel, uh, dus dat zou ik gaan doen. Ja, als je een vakantiehuisjes nou allemaal bij elkaar zou staan, ja, zou je het al hebben. Daar heb ik er al een paar. Daar wijzen ze van. Maar nee, maar ja, het is een superleuk concept. En ik denk ook, uh, nou ja, ik zie het nog wel gebeuren hoor. Nou ja, ik hoor ook heel veel mensen die zeggen, oh, dat zou ik wel willen. En als je het dan hebt over de woningnood. En uh, uh, dan denk ik, dan is dit volgens mij een hele goede tijdelijke oplossing. Want uh, oh, ik heb iemand horen zeggen van, Joh, over 40 jaar hebben we geen woningnood meer, want dan is de bevolking gewoon echt minder. En uh, dus is het nou, zet 40 jaar uh, wat uh, tiny houses neer en daarna kan je daar iets anders mee doen. Ja, lijkt me een goed idee, maar uh, zeker ik ben niet, ik ben de overheid niet. <laughs> nee, en als, maar je kan in ieder geval je houtbewerking skills kan je dan kwijt. Ja, nou, zover ben ik nog niet, ook, Dat was het begin. Daar. Nou, nou, nou. Ik vond het wel indrukwekkend, eerlijk gezegd, wat je hebt gemaakt. Dus. Ik ook, voor mezelf. Maar dat is, het wordt vervallig. Leuk. Heel leuk. Nou ja, je bent, je bent ook iemand die gewoon heel veel dingen uitprobeert. En, uh, en dan uh, concludeert van, hé, hey, dit vind ik leuk, hoor, daar ga ik meer van doen. Ja, doe maar het voor... is ook echt leuk om, dat merkte ik deze vakantie, dat ik dacht: het is echt leuk om dingen te doen die je gewoon nog nooit hebt gedaan. En uh, ik, ik ben best wel handig met, uh, dat heb ik ook een beetje van mijn vader geërfd, met, met dingen klussen en dingen doen. Ik, kan, ik, ik doe het gewoon en heel vaak gaat het ook fout en dan denk ik ook okay, jammer. Maar, maar nu heb ik een soort keuze en dan krijg je stap voor stap. En, en wat doe je als je fout doet? Kan je ook wel oplossen? Ik dacht, oh, dat is ook leuk om te leren. En, uh, en dan merk ik gewoon, dan denk ik denk, oh, dat is echt heel leuk om te doen. Ook met je handen iets maken. Ik ben natuurlijk heel veel een coachje en dat is zo uh, abstract, maar dan nu maak je iets. Dus uh, en vorig, vorig jaar had ik theatersport gedaan, dat vond ik ook heel leuk, dat vond ik ook heel spannend. Uh, maar dat stukje een beetje buiten je comfortzone en het echt doen, dat helpt echt. Daar word ik echt wel gelukkig van. Dus, en dat weet ik van mezelf. Dus ik geef mezelf soms een schop om het gewoon maar te gaan doen. Uh, want dan weet ik, ja. Nou, soms is het misschien niet leuk, maar dan weet je dat ook. Ja, ja. En, en, en je kan het alleen maar weten door het een keer te doen en te denken van... Precies. Oh, dat is ook het leuke aan, uh, nou ja, bijvoorbeeld het Permanent Battle Festival... waar wij elkaar natuurlijk... Uh, ik weet niet of we elkaar daarvan kennen, maar in ieder geval... Ik uh, denk daar, het, ja. Daar hebben we elkaar wel vaak gezien. Ja. En... Um, en uh, wat, uh, wat je daar natuurlijk ook hebt, is dat je allerlei dingen kan uitproberen. Workshops kan volgen. En um, net als buitenkunst het is ook zo'n festival waar ja. je gewoon lekker kan proeven aan allerlei verschillende dingetjes. Ja. En uh, ja, dat, ik vind dat ook hoor. Ik, ik moet zeggen dat ik dat best altijd wel spannend vind. Ik ben dan met Jamley les begonnen. Ja. Ja. Nou, ik denk nou, dat ga ik echt never, nooit leren. En nu na twee jaar, ik heb het ook al twee jaar gevolgd. Ja, heel goed, heel goed. Het, ik heb nog nooit twee jaar volgehouden. Ja, uh, lekker weet, trouw ook nog. Zo, zo. En, en uh, dat ik denk, oh, nou, begint kunnen, weet je wel. En dat is toch dus wel echt dat je merkt van, oh ja, het is echt super buiten ja. en comfortzone. Maar ja, en meer van dat is echt wel, ja, dat is gewoon leuk. Ja, zeker. Ja, goed voor je. Echt goed voor je energie ook. Ja, ja absoluut. Hé, hey, maar uh, nou, dat is dus bijvoorbeeld uh, zo'n ding wat je rijk kan maken. Maar uh, wat, wat voor dingen maken jou nog meer rijk? Nou, ik denk, denk dat dit stuk, dat, dat vind ik wel een belangrijke. ik denk, oh ja, daar word ik wel blij van. Dus nou ja, blij of rijk, dat is misschien een, een eenzelfde. En ja. uh, nou ja, ook wat ik zei over ervaringen. Met, met, met vrienden, met relatie, met familie. Met, uh, uh, ik word heel blij van uh, met mensen samen zijn. En uh, leuke ervaringen opdoen. Uh, dus, dus dat maakt me rijk. En rijk, dat bedenk je vaak over geld, zeg maar. En toen dacht ik, ja, dat is het natuurlijk helemaal niet. Uh, maar daarbij denk ik wel, het, het geeft wel een soort rust of zo. En dat maakt dus ook rijk, omdat, weet je, op het moment dat je financiën gewoon goed op orde hebt, geeft dat heel veel ontspanning. En dan heb je dus ook mogelijkheid om leuke dingen te doen. Ik bedoel, de clubjes met mijn verjaardag, ja, ik ben gezegend dat ik dat kan doen. En dat ik mensen kan uitnodigen en mee kan nemen, leuke dingen gaan doen. Dus dat voel ik wel, dat ik denk: oh wow, wat ben ik dankbaar dat dat dus kan. Dat ik, dat ik, dat, dat ik de mogelijkheid heb om dat te doen. Uh, want daarbij word ik blij daarbij worden we anderen blij daar, ja, daarbij, ik vind het fijn om de wereld een beetje mooier te maken dus daar kan ik wel echt bij stilstaan dat ik denk, jeetje, wat uh, ben ik gezegend dat ik dat dus allemaal kan en mag doen dus dat maakt mij wel heel rijk ja, Ja, dat snap ik en ja. ook omdat je het zelf weet je, je hebt zelf die keuzes gemaakt om dat te ja. doen op die manier en, en dat het dan ook nog zijn vruchten afwerpt en dat, ja. het, dat is natuurlijk het leuke ik denk, heel veel mensen zijn bang voor geld Um, of ze hebben een lastige relatie met geld, of ze vinden het ja. niet leuk. Hè? Jij vindt geld wel leuk. Nou, dat is een ja. mindset die natuurlijk super erg helpt. Ja. En wat dan gebeurt, is dat als jij dus best wel genoeg geld hebt om gewoon een leuk leven te kunnen hebben, dat je dat gaat delen met andere mensen. Nou, hoe is ja. dat? Ja, ja. dat deelt toch iedereen rijk, zou je, dan zou je denken. <laughs> nou ja, het, het ja. is ook zo. Weet je, heel veel mensen zeggen ja, maar ik heb niet meer geld nodig. Terwijl ik denk ja, als je meer geld hebt, kan je ook meer met andere mensen blij mee maken ja precies en dan kan je dit soort dingen nog eens doen en anders moet ja. je altijd een beetje ja dan moet je altijd die overweging maken dus ja ik denk ook van go for it ja <laughs> en is inderdaad ja hoe heerlijk dat je dat zo uh, dat het kan ja ja dus dat ja. is wel uh, dat is wel heel mooi en um, ja, ja. Wat, is, uh, wat, wat zie jij zelf als jouw grootste goud? Het goud is in mijn ogen eigenlijk alles wat je tot dusver verzameld hebt in je leven. Dus dat kun je, ja, je, je levenservaring, maar ook je kennis. Uh, het kunnen mooie inzichten zijn. Het zijn je, je talenten. Alles wat je eigenlijk in huis hebt. Wat, wat, wat denk jij dat jouw grootste. Mm, het is altijd het moeilijkste om het maar boven jezelf te zeggen. Ja. En het, het, het? Ja, dat zou natuurlijk wel zo wij ook. Nou ja, ik, ik, eigenlijk denk ik. Het goud uh, is ook een stukje uh, uh, persoonlijkheid of zo. Dat ik denk, ik ben, ben vrij positief. Ik ben inderdaad enthousiast. Ik pak dingen aan. Ik uh, kan mensen motiveren. En dat is ook wel een, een stuk wat je hebt meegekregen of zo. En toen dacht ik, ik, ik kan wel eens bedenken dat mensen die bijvoorbeeld depressief zijn of zo. Dat ik denk, wow, weet je wat fijn dat ik die positieve instelling heb. En daar heb ik natuurlijk helemaal niks voor hoeven doen, want dat is gewoon mijn genetisch gegeven. En maar ook daarin denk ik, oh wat ben ik daar dankbaar voor? Want het kan zoveel moeilijker zijn. En ik kan wel eens een dag dat ik denk, we he, he, hebben. Dan denk ik, ja, ik weet dat het één dag is. Of dat het hormonaal is. Of dat het overgaat. En de volgende dag ben ik er weer. En dus dat zijn wel dingen dat ik denk, ja, dat is wel een soort van mijn goud. Maar daar heb ik zelf eigenlijk niks voor hoeven doen. Want dat is echt wel een stukje genetisch uh, meegegeven. Hoeft ook niet, hè? Nee, precies. Nee, dat is ook zo. Maar het kan wel dat je dat soms voor lief neemt of zo. Want weet je, ik heb ook soms de neiging om uh, dan te richten op hetgene wat allemaal niet fijn is. Dus uh, ik noem dat mijn favoriete kutgevoel. Dat is uh, het niet, niet goed genoeg voelen of zo. Weet je, de andere kant beter. Of ik, ik kan, uh, en daar kan, kan ik dan ook wel eens in verzinken. Uh, terwijl ik dan, daarnaast denk: ho, wacht even. Uh, weet je. Bewust van wat je wel hebt en wat er wel is. En wat, um, dus die twee kanten zijn er of zo. Dus, dus dat is wel mooi om dan te zien: oké, okay, ik zie wel wat mijn kwaliteiten zijn, eigenlijk veel meer de laatste tijd. Um, maar het blijft soms lastig om het, om het te benoemen of zo. Dat ik denk: oh ja, weet je, wij Nederlanders uh, schep maar niet te veel op. Terwijl ik vind het juist leuk als mensen ook zeggen: ja, kan ik gewoon goed. Weet je, ik heb wel eens met voetballen, daar heb ik een heel mooi doelpunt gemaakt. En dan zeg ik, zo, ik heb echt een prachtig doelpunt gemaakt. En dan zitten ze me aan te kijken. Dat kan je echt niet zeggen. Terwijl ik denk, dat was toch zo? Nee, ja. hey, maar dat is natuurlijk wel een beetje de mindset. En ja. uh, ik bedoel, in, bedrijf, of in, de, in het bedrijfsleven vind ik het ook moeilijk om te zeggen, ik ben een hele goede ondernemer of ik ben een hele, weet je, succesvol ondernemer. Dat vind ik ook ingewikkeld. En, uh, dus, dus ik ken het wel, van hé, dat is ook een stuk van, van huis uit. Doe maar normaal, doe je, doe je, doe je, doe je gek genoeg. Weet je, en niet zo hoog van de torenblaas, nergens voor nodig. Dus dat zit er wel in. Ja, ja. Die twee kanten, maar. maar ook, ja. Je bent dus, nou ja, dat weet ik, omdat ik je natuurlijk beter ken. Uh, ik weet dat je heel goed bent in het ombuigen elke keer weer op een moment dat je inderdaad ja. merkt van ook verval een beetje in die. Uh, nou, limiting beliefs, die, die, die ja. verhalen van. nou ja, eigenlijk niet van jou zijn, hè. Want die zijn dan van je ouders, bijvoorbeeld. of van mensen in je omgeving. die blijkbaar vinden dat je niet mag pochen over een goed doelpunt. Terwijl ik denk, you go, girl! Ja, <laughs> ja ik denk, poch maar lekker de hele dag over goede doelpunten, hè. Wat heerlijk. Maar goed, ja, niet iedereen is zo, dat is waar. Ja. En, uh, maar dat is, wel, dat is wel, inderdaad, jouw goud. dat je elke keer weer terug kan buigen naar van. oh ja, maar dit is. Uh, en ja, dat kan dan aangeboren zijn. Of een ja. op. Maar ja. Ja, dat maakt niet uit. Want ja. het gaat er vooral om dat, dat heel veel mensen zich niet realiseren hoe bijzonder dat is, dat je dat ja. hebt. Ja. En dat je dus merkt dat andere mensen dat dus niet hebben. Of in ja. ieder geval niet. Iedereen heeft dat. Nou ja, dat is grappig. Want dan denk je, ja, ik kan heel snel dingen regelen, organiseren, uitzoeken. En dan zeggen ze, jeetje, wat heb je nou toch gedaan? Dacht, yes, dat kan toch iedereen? Ja. Maar. Ah. Dan zie je opeens, dan denk ik, oh ja, wacht, ik ben wel een sneller daarin. En uh, ik doe dat vrij makkelijk, ja. Dus dat is leuk om te zien. Dan denk ik, oh ja, dat is dus inderdaad mijn goud dan. Ja, je hebt ook best ja. wel veel festivals georganiseerd. En ja, zeker. Je dan denk je, jeetje, hoe krijg ik het van elkaar? Ja. van mensen bij elkaar, <laughs> Ik vond het en... heel easy. Ja, en ik, ik, ik kan ook organiseren, maar niet zo. <laughs> ja, ja. Ja, dat is wel goed om af en toe speciaal te staan. Dan denk ik, oh ja, dat is wel leuk om daar... Uh... Ook jezelf ja. soms een pluim voor te geven. Ja, en je te realiseren. Dat, nou ja, het, is, dat het toch uniek is, dat het bij jouw kwaliteit hoort. Dat ja. het m, ja, voor jou vanzelfsprekend is, maar voor andere mensen zeker niet. Nee. En, dat, en dat het iets is waar je, gewoon, ja, waar je echt verschil mee kan maken. Ja. En dat je, wat je kan laten shine, om het zo maar te zeggen. Ja. En daar kan je dan ja. weer heel veel mensen blij mee maken. En een combi ja. van al die dingen is helemaal perfect, natuurlijk. Ja. Dus nou, er ja. zit ook wel weer een festivalletje in mijn hoofd, hoor. Ergens. Zoals is het altijd een festivalletje. Ja. ja, dat is waar. Ja. Uh, nou, uh, keep us posted. is altijd. Leuk. Zeker, zeker. Nou, ja, dat, ja, ja daar, ik vind jou daarin echt wel inspirerend. En uh, over inspiratie, even een bruggetje. Over inspiratie ja. gesproken, uh, heb, jij, uh, heb jij een favoriet boek? Of vind je dat moeilijk te kiezen? <laughs> Nou ja, het grappige is, toen ik die vraag laas, of ik wist dat je die ging stellen. Uh, ik heb mijn, mijn boek, dat heb ik al heel lang, echt al ik denk al 30 jaar. Mijn dinsdagen met Morrie. Oh, maar ja. ik dacht, ik moet hem toch zelf weer eens lezen, want die heb ik al jaren. Als iemand vraagt je van voor die boek, noem ik altijd deze. Maar ik zou niet weten of ik dat nog steeds vind. Oh. Maar je kent hem, dus is ja. die leuk? Zeer indrukwekkend boek. Ja, vond ja. ik ook. Maar ik ja. dacht, het is wel eens tijd om hem nog een keer te lezen eigenlijk. Oh ja, ja, ik zet te de denken heb ik hem in mijn kast liggen, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb nee, heel veel weggedaan, dus ja. uh, ik ja. weet niet of ik hem nou nog heb. Maar ik vond dat een heel bijzonder boek. Ja, vond ik ook ja. Mitch het gaat Al. over een uh, ja, Mitch, ja, gaat over ja. een man die uh, ziek is en zijn leerling of zo gaat op bezoek en het, het gaat een beetje over levenslessen zeg maar. Ja. Dus dat is wat ik er nog van weet. Maar ja. uh, ik dacht ja, dat blijf, hij blijft op één staan, dus ik dacht, ik benoem hem hier ook. Ja, hij valt een beetje in de categorie van de alchemist en zo. Dat soort, ja. dat soort boeken. Ja. Want toch wel, ja, ik weet niet. Op een of andere manier komen ze, gaan ze zo recht je hart in. Ja, precies. Dat was bij ja. mij ook zo, ja. Dus ja. Ik, en ik heb van meer mensen gehoord, dus... Uh, oh, maar, leuk, ja. Je houdt hem er gewoon in. En als je hem nog een keer leert en je vindt hem stom, dan uh, laat je het maar weten. Dan, ja, dan laat ik het weten. Dan doen we een podcast op over een nieuw boek. Nieuw boek, ja. um, En... Um, nou ja, over inspiratie uh, gesproken. Wat, heb, jij een, heb jij iemand die jouw voorbeeld is? Dan mag een ondernemer zijn, maar dat hoeft niet. Weet ik niet zo goed. Dat is altijd grappig, want ik dacht uh, vroeger... Ik keek altijd heel vaak uh, tegen mensen op of zo. Dat ik dacht, oh, die durft dat gewoon. Gewoon mensen die het podium op klommen... en die dan een presentatie gingen geven of een ding. Dat ik dacht, oh, weet je zo. Maar ik heb dan niet per se namen of zo... die, uh, uh, die daarin uh, uh, opkomen... Um, ik vind vooral, het gaat vooral om mensen die eigenlijk gewoon heel erg eigen zijn. Dat vind ik altijd het mooiste. Dat mensen die zich niet conformeren of gewoon een beetje. Ik, ik, heb uh, zondag um, uh, uh, Raven van Dorst gezien bij uh, zondag. Uh, hoe heet het? Uh, uh, het Zomergasten. Zomergasten, dankje. Uh, en toen dacht ik, ja, dat is nou zo iemand die zo lekker zichzelf is. En gewoon ook echt dat stuk van iedereen mag zijn wie die, wie die is, weet je? Laten we nou eens ophouden met iedereen in hokjes en dingetjes te stoppen. En uh, toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk mensen die, die mij inspireren. Maar daar heb ik er niet heel veel namen bij, maar uh, uh, wel in die categorie, zeg maar. Ja, ja. En dat, die, die hele uitzending, van, ik, ik moet zeggen dat ik meestal het geduld niet op kan brengen, maar met Raven wel, want dat vond ik. Ja. Vind ik een fascinerende persoon. Ik en ook. ook ja. gewoon echt inderdaad, ook vanwege die echtheid. Dat is gewoon, ja, ja dat, dat is overal aan, aan te merken. En ja, ook de fragmenten die ze dan kiest, dan denk ik: wow, pleidooi. weet je. Pleidooi voor echtheid en pleidooi voor lekker gewoon. Oh, nou. Ook lekker weird zijn, heerlijk. Ja, precies, ja. I love it. Ja, dat ja. 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 Ja, vind ik echt heel leuk, ja. ja. Dus nee, die vind ik, wel een, uh, dat vind ik wel een topper, ja. Nou, en daarmee vat je ook echt wel samen wat jij bewondert in mensen. Dus uh, ja. Uh, ja, eigenheid en uh, ja. Ja, ook een soort van ja, toch ook een onbevreesdheid, uh, denk ik. Ja. Om het maar durven. Nou zeker, ja zeker. Toch ja. ja. Uh, en uh, maar ja, dat is inderdaad wel een mooie, uh, mooi voorbeeld. Uh, en, uh, en dus ja, en ondernemers, heb je ondernemers waarvan je denkt van nou. Uh, ja, dat is ook een beetje hetzelfde van de mensen die dus ja. het anders doen dan anderen en ja. um, uh, authentiek zijn. En ja, ik moet dan natuurlijk bedenken aan mijn collega ondernemer Rosita. Ja. En, uh, want wat ik van haar heel erg leer, is juist dat stuk te volgen van uh, waar gaat jouw flow naartoe? En ja. hoe kan je die dan volgen zonder dat je dan, ik kan heel erg met mijn hoofd bedenken, daar wil ik heen. Of het moet ja. er zo uitzien. En ja. Uh, nou ja, ik heb ooit nooit meer op dieet, uh, mijn bedrijf was mijn bedrijf. En ik merkte dat ik ook heel erg tegen de stroom in ben gaan zwemmen. Want ik dacht, ik moet er zou en dan nog harder werken. Maar nog harder werken had helemaal geen zin. En uh, nou ja, dat leer ik nu met zoveel ondernemingen. juist zitten, van Van hey, hé, uh, soms loopt het niet zoals we het bedacht hebben. Mm -hmm. En vaak zie je achteraf pas waarom dat dus zo niet is gelopen. En dan had ik wel door kunnen vechten en kunnen een advertentie erop. En uh, geld erin gestopt of hulp. Of, uh, maar dan klopt het gewoon even niet. En wil niet zeggen dat het een half jaar later nie, weer niet klopt. Dus die, die ondernemers die dus gewoon inderdaad zeggen... ja, als echt de hele wereld rechts, ik ga lekker links. Daar hou ik van. Daar ja. hou ik van. Ja. 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 En eigenlijk doe je het zelf ook best wel vaak. Alleen nou, ja, ja, soms ja. laat je je misschien een beetje... dan komt er weer zo'n stemmetje wat je denkt ja, van... Ja, precies. Ja. Oh, maar het moet eigenlijk zo, het hoort zo. Ja. En dan, ja, dan ben je het even weer kwijt. En maar ja. volgens mij kennen heel veel mensen dat. Toppen. Nou ja, het stuk ook. Ja. Weet je, daar hebben we het vaak samen ook wel eens over gehad. Van oké, okay, wat is dan mijn paraplu? Hè? Ik doe zoveel. Ja. En dan, dan kom ik mensen tegen en zeg ik: Ik zie heel veel op social media, maar wat doe je nou eigenlijk? En in ja. het begin vond ik dat heel lastig. En nu denk ik: Ja, het is jullie probleem. Ik doe een leuke dingen. Ik doe eigenlijk alleen... Op een gegeven moment zei ik: Ik doe alleen maar wat ik leuk vind. Toen dacht ik: Ja, maar daar gaat het toch uiteindelijk om? Ik bedoel, ja. als je terugkijkt op je leven, ga je dan bedenken: Goh, wat heb ik toch lekker hard gewerkt? Of ga je ja. dan bedenken: Goh, ik heb superleuke dingen gedaan? Ja. Nou, ik vind jouw kracht wel zitten in het community builden en dat doe je eigenlijk ja. met alles wat je doet. Ja. Ja. Mensen bij elkaar brengen en, uh, en uh, ja. Ja, ja dat, dat, wat ik belangrijk vind en dat geldt ook voor mezelf. Het, inderdaad, pak dat podium en laat jezelf maar zien. En in alles, weet je. Dus ik vind ook dat het heel echt moet zijn. Dus ik probeer soms ook de dingen te delen die ik dan lastig vind. Omdat ik denk, ja, ik wil dat mensen ook die kant zien. Niet alleen maar op social media. Kijk eens wat ik leuk doe. En, uh, en ik trap ook in die val, hoor, val Want ik denk, oh ja, dan heb ik leuk gevoel hebben we gewonnen. Oh, even delen op social media. Ja. En dan de volgende keer denk ik, oh ja, ik moet ook delen als we verloren hebben bewijzen van, hè, van het Ja, nou ja, ja. Ja, maar, maar ja. Maar er is, er, weet je, er is meer meer uh, negativiteit dan positiviteit, dus ik denk toch ook van, ja, weet je, mag, je mag ook gewoon het voorbeeld zijn in van dat je even zoals Gitte dat zo mooi zegt, uh, even mag stoeven, <laughs> dat is Vlaams voor opscheppen, uh, even mag stoeven over je over je ding, waar jij goed in bent. Ja. En, uh, ja ik ja, het vind is het is en wel. en het, het mag er allerlei ja. zijn vind ik ja. dat vind ik ja. mooi als mensen ja. ook juist die andere kant laten zien denk ja precies het is niet altijd uh, halleluja maar dat is, dat is natuurlijk de echtheid ja driedimensionaal ja. is en uh, ja, ja. Dus in die zin, uh, en ja, ik weet niet, het is, ik voel ook wel heel erg bij jou van, dat je, weet je, met die, met die huisjes ook, je geeft mensen een fijne plek. En dat doe je ook met uh, dingen die je voor Seeds to Meet, de Work and Connect organiseer je, de ja. Community Building, maar je geeft ook mensen een plek ja. waar ze samen kunnen komen. En dat doe je ook met je festivals, en dat doe je ook met zoveel ondernemen. Dus ja. uh, daar zit het ook wel in. En dat ja, is dank die, neem ik, die neem ik mee. Ja. Het is ook met je droom van het ja, je te creëren. Dus het is eigenlijk het zit best wel heel logisch allemaal in elkaar. Ja, hè? Ja. Plus, no. je hoeft helemaal geen kapstok te hebben, want jij bent de kapstok. Precies, precies. Dus, uh, precies. In die zin, uh, loslaten die ben. <laughs> ja, ja. Oh. Als, als ik als jou echt zou kennen, zou je weten dat. Ehm. Um... Nou, misschien al een beetje gezegd. Wat mensen soms niet van mij verwachten, is dat ik ook heel goed alleen kan zijn en heel graag alleen ben. Want ik ben natuurlijk op het moment dat ik in contact ben, ben ik druk en snel en energiek. Uh, maar ik ben eigenlijk best wel vaak uh, avonden alleen. Nu begint het voetbal weer en dingen, dus, dus wat minder. Maar in de coronatijd, ik vond het ook geen probleem. Ik kan zo een hele week helemaal niemand spreken. En dus, dan denk ik van huh, jij? Dus dat is wel iets, denk ik, wat mensen niet meteen van mij verwachten. En, uh, nou, misschien weten ze dat wel, ik ben heel slechte keuzes maken. Ik kan, maar so, vaak kleine keuzes. Zal ik vanavond gaan trainen of niet? Weet je, kan ik dan honderd keer over denken. Uiteindelijk ga ik altijd. Dus dan denk ik, waarom zit ik er nou over na te denken? Maar hm. ja, dat zijn echt. Terwijl grote keuzes, als ik dan iets moet aanschaffen, dan denk ik, oh nee, dat klopt. Doe, doe ik gewoon ja dus dat is heel pik mezelf pik zelf ook soms dat ik denk waarom doe ik daar nou zo moeilijk over als ik ergens ja. heen moet of niet of denk zou ik wel, wel gaan of niet gaan of uh, kan ik heel lang over denken? oh ja dat herken en ik wel. neem een beslissing denk Tank. ik herken dat wel ja ik heb dat ook ja. al... moet een soort een soort hele route langs ja <laughs> We onzin ja, okay. als je nou gelijk een keuze maakt het scheelt een hoop uh, al die onzin steeds die je kwijt ja. bent aan die onzin terwijl je daar ook iets anders in had kunnen doen ja, ja. precies ja ja, ja. En um, ja, als het gaat over, uh, over levenslessen en inzichten en dat soort dingen, heb, heb jij iets waarvan je zegt van nou, dat is echt een belangrijk, mooi levensles die ik heb geleerd dat ik denk van ja, dat heeft me wel verbaasd. Nou, vooral... ik ben uh, op een gegeven moment me wat gaan verdiepen in non-dualiteit. Non en uh, uh, ik kan het nog steeds niet heel goed uitleggen, maar het, het goede wat, wat ik daarvan heb geleerd is eigenlijk dat ze zeggen. Het leven gebeurt gewoon. Wij denken allemaal dat we controle hebben, maar vergeet het maar, want bedoel, nou ja, kijk naar de natuur. Als er een aardbeving komt, dan kun je hoog en laag springen, maar uh, dan is er een probleem. En, uh, en ook uh, op bedrijfsgebied of op ding. Weet je, wat ik zei, ik heb heel vaak tegen de stroom ingezwommen... terwijl ik denk, het gebeurt toch zoals het moet gaan. En als je dus gewoon met die flow mee kan gaan... en gewoon kan voelen, oké, okay, nu, nu heb ik even rust nodig... nou, neem die rust dan ook, geniet ervan. En daarna komt het, wordt het wel weer druk of wordt het wel weer anders. Of, uh, dus, dus dat is voor mij wel echt een grote uh, omslag geweest of zo... dat ik ook veel meer... Ik kon genieten van het feit dat ik ruimte heb, dat ik vrijheid heb om dingen te doen. Terwijl daarvoor dacht ik altijd, nee, ik moet mijn business opbouwen, en het moet groter, en het moet meer, en het moet anders, en het moet succesvol zijn. En wat is dan succesvol? Ja, dat is veel klanten en veel geld. En uh, nou, inmiddels denk ik, nee, misschien is succesvol juist wel gewoon veel minder doen en veel meer van je vrijheid genieten en de dingen doen die kloppen. Uh, en ja, dat heeft wel, die non-dualiteit heeft me daar heel erg bij geholpen. Dat ik denk, ja, je hebt toch geen controle. Dus ga dan nou maar mee met de flow. Want dat voelt veel lekkerder. Ja, mooi. Het is denk ik ja. ook wel gewoon levenservaring dat je op een gegeven moment gewoon merkt: van ja, ik heb die andere dingen allemaal uitgeprobeerd. Precies. Ik zie, werk voor gemeter, daar krijg ik super veel stress ja. van. Dat is helemaal niet handig. En ja. dat je dan merkt: van oh, als ik het zo ga doen, als ik het niet doe, oh, dan komt het ook wel goed, weet je wel. Ja. En dat, ja. je dan, dat moet je een paar keer dan meegemaakt hebben. En dan merk je van, oh, daar kan ik gewoon op vertrouwen. Precies, ja. ja. En dan durf je ook die rust wel te pakken. En dan ja. durf je ook wel te zeggen van, oh, ik hoef je nu niet aan te trekken. Nee. Want het komt de, wel goed. Ja, dat stuk in de buitenwereld zoeken of zo. Hè? Dat ik denk van, oké, okay, als ik die keuzes doe, dan... met dan gaat mijn bedrijf lopen. Of ik heb met nooit mijn Diet natuurlijk allerlei mensen gezegd. Als ik slank ben, dan word ik gelukkig. Als ja. ik, weet je, als ja. ik dat ga doen, dus daar. Nee, ik heb ook heel veel cursussen gedaan waarvan ik dacht. Oh ja, als ik nou een marketingcursus doe, dan, uh, dan heb ik het wiel uitgevonden. Dan weet ik hoe het moet. Ja, weet je, daar gaat het helemaal niet om. Gaat heel erg naar binnen keren en kijken, oké, okay, wat klopt bij mij? En wat heb ik te doen in dit leven en in mijn bedrijf en in mijn omgeving zeg maar ja. uh, dus dat vind ik wel een mooie dus dat, 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 dat is ook wat zoveel om een onder, ondernemer over gaat van oké, okay, weet je, je kan het wel bedenken in je hoofd, maar klopt het wel bij je systeem bij wat je te doen hebt en als het klopt, dan gaat het lopen daar ben ik ja. van overtuigd ja. Ja, nou ja, dat heb je inmiddels ook wel ervaren denk ik ja, zeker ja. En je denkt, en dat komt, dan komt gewoon elke keer die oude, dat oude verhaal nog weer eens naar boven van, ja, maar het moet wel zweten. Oh, ik heb niet te Nou, dan ja, is precies, het niet ja, goed tijd. Ja. ja, 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 ja. het is ja. gewoon goed. Ja, 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 ja. 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 je mag het gewoon omarmen, maar ja, shit. Um, en uh, ja, nou ja, ik vind dat ook wel mooi. Het is ook wel een heel erg teken van ve veerkracht. dat is dan een van mijn lievelingsthema's. Dus dat vind ik wel even leuk om te weten wat, wat jij daaronder verstaat. Wat is voor jou veerkracht? Ja, ik weet het niet. Ik, ik, uh, uh, ik denk, ja, veerkracht is, gaat, gaat erover dat je steeds weer oppakt. Van oké, okay, weet je, uh, ik, 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 het gaat even minder en je pakt het weer op. Dat is voor mij een soort van veerkracht. Ik moet ook denken aan wilskracht. En ik weet dat ik in de tijd met nooit meer op dieet. Dan waren mensen op, die, op dieet of wilden ze afvallen. En dan gingen ze nog beter hun best doen. Maar eigenlijk werkt dat niet. En ik weet dat iemand op een gegeven moment zei, ja, wilskracht raakt ook op. Daarom begin je ochtends heel enthousiast, en op een gegeven moment ben je heel erg met die wilskracht be be bezig, maar het is een soort spier, en op een gegeven moment is de spierkracht op, en dan krijg je spierpijn, en dan verzak je weer in oude patronen. Uh, en ik denk dat het met veerkracht ook een beetje zo is, terwijl het zal net iets anders zijn hoor, maar uh, ik denk ook dat het een stuk genetisch is, weet je, oké, okay, ben jij ja goed om dingen weer op te pakken, om weer, uh, ja, voor mij is dat niet zo heel moeilijk, ik merk soms ook wel dat ik Soms op een zondag of zo, dan heb ik helemaal niks te doen. En dan denk ik, daarna zie ik, oh wacht even, ik had die dag nodig om weer even een nieuw inzicht te krijgen. Of even te, oh ja, wacht even, dit is, dit is wat nodig is of zo. Um, dus ik denk als je dat bij jezelf weet, hoe jouw veerkracht werkt, dat je hem dan ook wel kan inzetten. Uh, maar ik denk dat de een gewoon beter is in veerkracht dan de ander. Ja, dat is ook heel vervelend. Ik denk dat je het wel een stukje kan aanleren, maar dat het ook een stuk genetisch is, zeg maar. Oké, okay, ja. ja. En, en je moet ook kunnen spiegelen op jezelf. Dus je moet ook nog met een helikoptertje boven jezelf kunnen hangen en kunnen zien van oh, hey, Ja. Goedendag. Dus dat ja. is ook nog wel een. Dat is ook nog een, iets wat je misschien helemaal niet kan. Nou ja, ik denk wel dat je het kan ontwikkelen. Maar het is inderdaad, het is handig als het dan een beetje in je zit. Ja, dat is waar. Precies, ja, nee, ja. Ja, je ziet soms ja. mensen die slecht naar zichzelf kunnen kijken of zo. En dan is veerkracht ook heel moeilijk. Weet je dan. Ja. Ja. Die, sommige mensen overkomt alles ja weet je als je die instelling hebt, dat is waarschijnlijk ook iets genetisch maar dan is het veel lastiger om dan die veerkracht op te bouwen dan ik die dat van nature al een beetje doet ja, Doe. ja klopt ja, ja. zeker hé, hey, um, wat, uh, wat uh, lees, kijk en luister jij op dit moment um, ik ben net klaar met, ik weet nu niet wat mijn nieuw boek is waar ik aan het lezen ben, de ben titel van kwijt ik ben net klaar met Marion Pauw de experimenten uh, ik lees uh, s'avonds voor het naar bed gaan, altijd een paar bladzijden. En dat is altijd een soort romanachtig iets. Dit ging dan wel heel erg over de oorlog. Dus dat heeft me wel geraakt. Dat ik dacht: jongens, jongens, we weten toch half niet hoe erg het allemaal was. Ik heb oh. al vaker de laatste tijd een podcast geluisterd over de oorlog. En, en dan denk ik, dat is toch niet te geloven. En nu komt het weer zo dichtbij dat ik denk: oh jongens, ook daar denk ik: wat zijn we toch dankbaar dat we in Nederland eigenlijk zo goed hebben. En dan zitten we te piepen over. Uh, ja, files of over energierekening ja. of over weet je. En dan denk ik, tuurlijk is dat ook ellendig, maar dan denk ik, jongens, als je dit toch hoort wat daar is gebeurd, dat is niet voor te stellen. Absoluut nee. niet voor te stellen. Vond ik wel, uh, vond ik wel een mooi boek, ja. ja. Um, wat ik luister, ik um, uh, heb de podcast geluisterd uh, in de band van Rian. Het uh, gaat over Rian Rijbroek. En die heeft uh, een soort relatie met Gerard Sanderink. En dit is de grote baas van Centric en uh, Structon. Grote bedrijven in Nederland die ook heel veel voor de overheid doen. En um, zij uh, zorgt er eigenlijk voor dat die man echt in complotten denkt. Die allemaal rare beslissingen neemt. En, uh, en nu ben ik het boek aan het lezen wat daarbij hoort eigenlijk. Er is er maar één de baas. En dat gaat ook over deze situatie. En ik vind het echt zo fascinerend om te zien dat. Eén vrouw ervoor zorgt dat een man dus opeens zijn grote baas ontslaat. Dat hij ruzie krijgt met zijn ex. Dat er allerlei dingen gebeuren waarvan ik denk, hoe kan dat nou? Hoe kan oh. dat nou? Dat dat zo... Ja, ik vind het echt een fascinerend verhaal. Ja. Ja. En um, ik heb, die wil ik ook nog even noemen, Loisa geluisterd. Het boek van Loisa, dat vind ik ook zo mooi uh, van de transitie van... Uh, 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 een man naar vrouw of jongetje eigenlijk en hoe vroeg ze dat al door had en hoe dat dan werkte en dat boek hebben ze geschreven om anderen te inspireren en om te laten zien hoe is onze weg gegaan mm -hmm. en ze krijgt heel veel vragen en toen dacht ik wauw wat tof dat er een voorbeeld is voor iemand die laat zien hoe het kan en hoe, welke mogelijkheden er zijn of zo. vond ik ook heel mooi wow. en dan wil ik ook nog mijn favoriete podcast ooit Bob benoemen oh, oké okay. die ken je natuurlijk of niet ja, naam van naam. Ik heb ik, volgens mij. Ja, heb toch... jij hem nog niet geluisterd? Ik ben altijd jaloers op mensen die hem me nog niet geluisterd hebben. Oh, ja. Omdat je dan nog mag luisteren. Podcast Bob ja. gaat over Elisa, en die is dementerend. En ze heeft het elke keer over Bob. Bob. Maar haar man heet niet Bob. Dus ze gaan op zoek naar Bob. Ja, ken je hem? Ik heb er twee afleveringen of zo van geluisterd. Maar ik ben niet zo goed in verhalenpodcast luisteren. Oh. Dan, luister dus, dan luister ik dus een boek. Ja, dat is heel raar. Je, dat vraagt oh, me dat is grappig. Of, maar nou. er waren toen nog niet genoeg afleveringen van of zo. Ik weet. Ik, weet, ik, nou, heb, die, ik, ik heb die tip van ja. jou gehad. Ja, al zeker. Een... Want ik noem iedereen pop-bop. Ja. Goed, dat luister ik. Wil je ook nog weten wat ik kijk? Ja. <laughs> ik kijk op dit moment op Netflix Manifest, Manifest gaat over een. Uh, Vliegtuig wat is uh, uh, verdwenen eigenlijk. En die komt na vijf jaar terug. En die mensen die krijgen allemaal callings, noemen ze het. En dan krijgen ze een soort calling over iets wat er gaat gebeuren en daar moeten ze dan iets mee. Oh. Ja, heel bizar. Maar ik vind het best een uh, toffe serie. Beetje science fiction-achtig. Ja, het is natuurlijk niet helemaal waar, maar ik vind hem wel. Uh, er is nu een nieuw seizoen, dus daar ben ik weer mee uh, begonnen. Het zit je helemaal lekker erin. Okay. Ja. En de zomergaas van Raven van Dorst. die had ik al genoemd. Die vond ik, ja, uh, ja. Uh, ja nou ja, weet je, bijzondere personen, mensen die het een beetje anders aanpakken. Ik hoor al wel een soort rode draad daar. Zeker. En uh, ja, weet je, dat is ook mooi dat, uh, dat je daar. Uh, nou ja, dat je dat noemt, want dat doet niet iedereen. Ja. Nee. <laughs> dus, Zeker. Uh, ja, daar heb je ook wel een speciale. Band mee met... Uh, ook met dat transgender, toch? Dat is toch ook iets waar je, waarvan jij zegt... Van, dat jij... Ik kan me herinneren dat je toen eens een keer ben geweest naar het Oostblok. Ja, heel goed van jou. Dat kan je goed onthouden. Ja. Ik ben een keer naar Boekarest geweest. En daar moest ik een verhaal vertellen over iemand die ik inspirerend vond. En toen heb ik het gehad over een leerling van mij. Toen ik nog voor de klas stond. En uh, hij was uh, bij mij in de klas. En iedereen dacht dat hij homo uh, was. Uh, en... Uh, ik was in die tijd gewoon wel, ik was eigenlijk net uit de kast, dus ik, ik vertelde daar ook wel over. En uh, dus hij had wel iets met mij, dus op een gegeven moment zei hij: uh, Ik zeg maar, vertel nou wat er is. Nee, 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 vind ik het raar? zei ik, nee, ik denk niet dat je het raar vindt. En ik dacht: Hij gaat vertellen dat hij op jongens valt. En toen zei hij: Ja, ik uh, wil eigenlijk een meisje zijn. Toen dacht ik: Oh, die had ik toch niet aan zien komen? Want ja, ik had dan er nooit mee van doen gehad. Maar uh, toen hebben we ook een gesprek met zijn uh, moeder gehad en met hem uh, gesprek. En hij is nu. Zij, dus het is... Uh, en dat vond ik heel inspirerend, omdat ik dacht, weet je, het is zo'n moeilijk proces geweest uh, om in, in... Ik werkte in, in speciaal onderwijs, dus best wel met moeilijke jongeren, die dus best wel snel een oordeel hebben en van alles, om dan in die situatie dit te delen en dat ja. proces aan te gaan. Dus dat vond ja. ik echt super inspirerend, dat uh, zij dat dus zo gedaan, uh, gedaan ja. heeft. En, uh, dus dat verhaal heb ik verteld. Dus dat is voor mij ook dat ik denk, ja, ik, ik heb die worsteling gezien, dus ook met, met Loiza, dat ik denk, hé mensen hebben zo'n snelle oordeel klaar. Terwijl ik denk, joh, je weet half niet wat er in de binnenwereld van iemand leeft. En uh, wees daar eens nieuwsgierig naar en kijk daar eens naar hoe ingewikkeld het is voor mensen om, om uh, daarvoor uit te komen, zeg maar. Ja. Uh, dus, dus dat is wel een onderwerp wat ik, wat ik, wat ik belangrijk vind, zeg maar. Ja, ja, en dat raakt, raakt mij ook weer. Dat, jou, dat het jou raakt. Ja. Dat vind ik wel heel bijzonder aan. En het is, ik ben met je eens. En ik vind het ook heel mooi om te. Te, te zien hoe jij dan als docent, uh, ja, toch met een open mind. en, en dat, dat diegene dat gedurfd heeft om dat tegen jou te vertellen. Dat zegt iets ja. ook, ook over jou. Dus dat vind ik ook ja. wel bijzonder daaraan. Ja, ik weet dat zij dus toen zei: jij ja, hebt me. dat vond ik een beetje dramatisch, maar je hebt mijn leven gered, weet je. je hebt me, ja. Toen dacht ik: ja, weet je, zo, zo zwaar zou het niet geweest zijn. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen een. Een, een Punt hebben waar ze hun verhaal bij kunnen. Iemand hebben die dus niet gek kijkt of die niet ja. oordeelt of die niet. Toen dacht ik, ja, ik hoop dat mensen daar gewoon wat meer begrip voor krijgen, omdat het ja, uh, gewoon ingewikkeld is als je dat voelt ja. en als je ervaart ja, je... van, hé, hey, ik zit gewoon niet in het goede lijf. Ja. Stel je voor hoe dat is, man. Oh, ja, ik nee, kan me niet. Nee, zeker Bijna... niet. Nee, ik, ik doe wel een poging hoor, moet ik zeggen, ja. om me ja. dat voor te stellen. En ik denk ook, ja, jongens, wie zijn wij nou om daar. Ja, wat dan ook van te vinden? Ik denk ja. van ja, het is dan lastig genoeg, lijkt me. En ja. uh, het is wel fijn dat tegenwoordig gelukkig wat meer over. Nou ja, dat er een aantal mensen daar wat meer over kletsen. Ja. Want, uh, dan moet er echt wel een taboe van af. Want, uh, Zeker. ja. Dus uh, nou ja, goed, heb je nu ook weer aan meegeholpen? Dus dat vind ik ook wel weer ja, fijn. <laughs> yeah. Yeah. Um, en uh, heb jij nog? Uh, want daar zie ik ook wel weer in dat het, dat, weet je, het klopt, het moet kloppen. Het moet kloppen. Dus als je een jongetje allemaal, moet bent en je had een meisje moeten zijn, dan moet, dat moet, kloppen. Het moet kloppen. Of als je ja. op mannen valt, of op vrouwen valt, of, of, of weet ik veel. Dat moet ook kloppen. Alles, ja. alles als je voelt van, hey, vanuit intuïtie, het klopt niet. Dat je dan iets kan doen om te zorgen dat het wel klopt. En dat ja. je daarin je intuïtie volgt. Dus dan is ja. het echt een rode draad bij jou dan. Ja, nou zeker. zeker. Ik het hem nog even dat dat kloppen wel een uh, leuk is, ja. Ja. Jij, ja. je, heb jij nog een tip voor, voor, voor de luisteraars? Uh, nou, jij geeft mijn tip. Jij geeft mijn tip. Het moet kloppen. <laughs> <Ik> moet kloppen. <laughs> nou, die, 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 die geven we door aan, aan de luisteraars ook. Uh, ga eens even voelen of het klopt. Ja. Nou ja, en, en wat ik belangrijk vind... en die vind ik zelf ook altijd... want ik denk, ik vergeet het ook nog wel eens... wees dankbaar voor alles wat er wel is. Weet je? Ik kan ook soms de neiging hebben om even... maar dan denk ik, als ik dat weer realiseer... dan wordt het leven gelijk weer leuker. Ja. Ja. En als het even niet klopt, is het ook goed, weet je? Dus het is, we zijn ook soms aan het streven... naar alleen maar plezier, geluk, dingen. Ja, dat is niet zo. Dus als het even niet zo is, is het ook oké, okay, weet je? Dus... dus... Uh, maar als het maar blijft kloppen, ja, dat vind ik wel een mooie. Ja. <laughs> nee, die zet ik erachter. Ja, ja. nou, mooi. Um, waar kunnen mensen jou vinden als ze jou willen gaan opzoeken? Nou ja, als ze mijn naam intypen, als ze mijn naam goed intypen... want mensen zeggen nog wel eens Angele of Angela. of Het is Angéle Bakker. .nl, dat is mijn website. Soulfulondernemen.nl uh, is uh, de website die ik met Rosita, ons traject... Uh, en uh, op Instagram, op uh, Facebook of op Be Real, op Twitter, op uh, LinkedIn. Je oh kan is... me overal vinden. Google ja. ja, My, ben... mensen. Ik wou zeggen, ik ben niet zo heel moeilijk uh, uh, nee. te zoeken. Dat is ook zo. Nou, wat, wat, wat leuk om jouw verhaal te horen en wat bijzonder. Um, tof dat je het wilde delen, allemaal. Nou, en, um, ik vind het ook super leuk om, om te delen. Want het is grappig dat je van tevoren denkt daar al een beetje over na. Maar dan komen er toch andere dingen naar voren die je van tevoren bedenkt. Dus dat vind ik heel leuk. Ja, Dus dank voor je uitnodiging. You're so welcome. Deze. En um, ja, dankjewel voor het luisteren, allemaal. En uh, nou, als je het een leuke podcast vond, like hem uh, like dan vooral. En um, ja, tot de volgende keer. Ciao. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram atskatkolno.tnT aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao!